Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag weer zaterdag. Het is 13:56 en het is 2 maart. Ja, ik heb nergens zin in. Het is wel prachtig mooi weer. Maar ja, deze week had ik mijn mannetje hier opgebaard. En morgen is het weer 2 jaar geleden dat ik hem weg kon brengen naar het crematorium. En weer een maand later konden we hem ophalen. En dat ophalen heb ik gewoon samen met Corrie gedaan. Oh, ik heb last van mijn arm. Wat is er? Het is er, man. Ja, ik ben net even buiten aan het werk geweest. En ik had last van mijn arm. Maar ja, dat heb ik vaker. Hé, kereltje. Kiekeboetjes. Hé, kiekeboetjes. Nou, kijk daar nou eens. Wat een lief. Hoe lief is dat? Hé? Hoe lief is dat? Oh, gosje dikkie. Nou, dat vind ik toch wel weer heel erg super lief. Ja. Echt wel. Toch? Ja, vind ik van wel. Ja, vind ik van wel. Echt. Waar is Kamal nou? Ach, achter. Hé? Ja, wat zijn jullie lief, hè? Och, gosje, wat zijn jullie lief, ja. Hé? Ja. Lieve beestjes heb ik, of niet dan? Ja, zeggen jullie het maar. Ik vind dat ik lieve beestjes heb. Ja, oké, ze kunnen wel eens stout zijn, maar dan nog. Maar oké, wij, de dieren en ik, wensen jullie allemaal een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja, Corina en de beestenboer. Oftewel, de beestjes en Corina. Hé, jij nou? Ja, de beestjes is een keertje eerst voor. Hé, ja. Wat voor dikke, ja. Vrouwtje hoeft niet altijd voor, nee. Jullie oké? Ja. Het is prachtig mooi weer, maar ik heb nergens dus geen zin in. Ik moet trouwens nog vlogs renderen en ik moet nog naar YouTube brengen. Dat, ja, ik heb nog heel erg druk. Ik geloof dat, ja, er komt vandaag nog wel één online. Dus ja, ik ga zo eerst eventjes koffie drinken en bijkomen van het werken. En dan, daarna zal ik eens even proberen een vlog in elkaar te zetten en dat die kan renderen. Ja, laten we dat maar eens even gaan doen. Hé, ja nou? Of niet dan? Boefke. Maar oké, lieve vrienden, geniet jullie maar van jullie mooie zonnige zaterdagmiddag. Ik heb echt een hoop te doen. Er staat nog een afwas. Nou, hij staat niet op mijn rug, zou ik zo zeggen. Dus ik doe lekker vandaag hetgeen wat ik wil en niks moet, nee. Ik bedoel, als er visite komt, ik ben netjes, toch? Ja. Dat, nou ja, en ik heb kopjes genoeg, dus dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga er toch even nog de van tussen. Want ik moet toch even nog wat boodschapjes doen. Ja, ik zou wel moeten. Ik heb toch ook het aanrecht al schoon. De vaatwasser die is aan het wassen. Ik heb al een film aan het renderen. Dus het komt allemaal goed. Ja hoor, na de koffie voelde ik me toch wel weer wat beter. Dus nou eventjes naar de Vomar en naar de deken en dan ben ik er weer. Ik neem jullie dus niet mee. Eventjes snel op en neer. Want het is hier ook nou triest en het is niet warm hier. Dus ik kom ook lekker warm aankleden. En ik doe bij Frodo even zijn kap op en dan ben ik zo wel weer terug. Tenminste ligt er aan hoe druk het in de winkel zijn. Ja, dus ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ben ik maar bij de Vomar geweest en eventjes
wat te eten gehaald, want ik had geen zin om mijn klietje van eergisteren op te eten, dat staat in de koelkast, blijft wel goed daar. Ik heb wat lekkers gehaald. Een donner. Ja, lekker. Daar ga ik lekker van genieten en ik heb boodschappen dus, daar ook. Dus het komt allemaal goed, dat moet ik ook straks opruimen, maar ik ga eerst lekker even een hapje eten, lekker genieten. Koffie erbij, wijntje erbij en even lekker televisie kijken, want het is koud, gemeen koud. Ik heb er pijn van, ja, kun je nagaan. Mijn vingers doen gewoon zeer. Lekker op die warme dunner. Dus komt allemaal goed. Ik zeg het, lieve vrienden, tot later. Ja, goedenacht, lieve vrienden. We gaan weer naar bedje toe. En er wil er eentje eruit, maar die komt er niet meer uit. Nee, echt niet. En die ligt nog lekker op de bank. Die is er al uit geweest net. En dan gaan we de spullen zo meteen even opruimen. En ja, dan komt het allemaal wel weer goed. En ik had gistermiddag, het is vandaag alweer zondag, het is vandaag een rotdatum weer voor mij, 3 maart, vandaag een 2 jaar geleden, even die stoel weg, 2 jaar geleden dat ik mijn mannetje weg kon brengen naar het crematorium. Maar gisteren, zaterdag, kreeg ik nog een kaart weer van Corrie, terwijl ze afgelopen maandag is geweest, kreeg ik nou weer een kaart van haar, een hele mooie, ik wil die jullie nog graag eventjes laten zien. Dus dat gaan we eventjes doen. En ik hoop dat het lukken wil. En of jullie het kunnen lezen, ik weet het allemaal niet. Ja, zo moet het willen. Want ik kan het wel lezen met roosjes erop. In gedachten zijn wij bij Jack. Kusjes. Nou, dan doe ik hem open. Nou, ik lees dat even graag voor. Hallo Corina, ook zondag is een dag om te herdenken. Jack zijn crematie. Het was ze schrijft een beetje briek. Het was een gedenkwaardige dag. In gedachten ben ik ermee bezig. Zo ook jij natuurlijk. Denk maar aan de mooie tijd die jullie samen gedeeld hebben. Tot ziens. Kusjes, Corrie Bergman. Nou, hoe lief is dat dan, hè? Dat is toch geweldig lief. Kan wel huis op, meneertje Poetskatoen. Ja, dat vind ik een beetje irritant. Maar ik vind het zo geweldig, lief. Ik kreeg er toch wel weer even tranen van. En ik heb hem mooi op tafel staan. Ja, vind ik, doet me goed. Maar oké, niet getreurd. We gaan naar bedje. Ik wil graag proberen te slapen. Als dat lukken wil, dat zien we dan wel weer. En ik zou zeggen, ik weet niet of ik vandaag ga vloggen. Of ik daar überhaupt zin in heb. Dat zie ik wel. Als ik weer wakker word, ja, eerst maar eens even slapen. En dan zien we wel weer. Ik zou zeggen, wel trusten, slaap lekker, met mooie dromen. En gezond weer op en God zegen. Doei doei.